Hey allemaal, deze video is een vervolg op de video van hoe bereik ik mijn ideaal gewicht. Het kan zijn dat ik wat dingen herhaal of dubbel zeg, maar ik krijg nog steeds heel vaak de vraag van waarom lukt het mij nou niet om af te slanken of waarom lukt het mij nou niet om bij mijn doelen te blijven? Waarom saboteer ik mezelf nou iedere keer? Nou, ik wil jullie in ieder geval aangeven dat dat heel normaal is. Want in principe jouw, zeg maar, je oude brein, die wil jou alleen maar beschermen voor falen. Dus wat je oude brein eigenlijk doet, dus ik ga het vandaag met jullie hebben over je onderbewustzijn en je bewustzijn. En wat je oude brein eigenlijk doet, dat is met name je onderbewustzijn, is het wil jou beschermen voor opnieuw pijn te hebben. Pijn, verdriet, angst. Dus wat doet het brein? Het saboteert eigenlijk je pogingen om af te slanken. En dat heeft er gewoon mee te maken, dat is puur uit angst. Want op het moment dat jij het goed doet en je gaat daarna weer falen, dan mag je onderbewustzijn de brokken opruimen. Dus uiteindelijk is eigenlijk mijn eerste tip en het vervolg van die laatste video die ik gemaakt heb, is probeer eerst je lichaam te accepteren zoals het nu is. Ten eerste is dit ons voertuig hier op aarde. Dus onze ziel zit hier ergens in. Nou, we hebben een mooi brein meegekregen, we hebben een mooi hart. Maar dit is ons voertuig. Dit is wat jij gekregen hebt. En als jij het al niet liefde geeft, hoe kun je dan verwachten dat een ander het liefde zal gaan geven? Op het moment dat jij je lichaam niet volledig accepteert, en dus eigenlijk negatief naar je lichaam kijkt, kijk, alles wat je negatieve aandacht geeft, dat groeit. In principe alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Of het nou positief is of negatief. Waarom ben jij dan niet in ieder geval de eerste persoon die positief over jezelf gaat zijn? Dus dat is eigenlijk mijn allereerste tip, is probeer positief over het pakketje te zijn wat je nu hebt. Ik weet dat dat niet al te makkelijk is, want er zijn veel mensen die hebben pijn. Veel mensen hebben ontzettend veel vet opgeslagen in hun lichaam. Ik kom zelf van 115 kilo af en ik weet dat de weg terug lang lijkt. En dat we heel vaak shortcuts willen nemen, hè? Dus een maagverkleining of een gastric bypass of wat dan ook. Ik zie helaas de realiteit hiervan, is dat veel mensen bijvoorbeeld darmverklevingen krijgen. Mensen die bijna kantje boord hebben gelegen door dit soort ingrepen. Uiteindelijk gaat het erom dat je leert houden van wie jij nu bent. En dat die 115 kilo of die 150 of wat je dan ook weegt, doet er niet toe. Het gaat eruit. Ga er even vanuit dat wat van binnen zit, dat dat naar buiten toe uitstraalt. Dus uiteindelijk om jouzelf te gaan helpen om gewicht te verliezen, is uiteindelijk eerst het pakketje te accepteren waar je in zit. Dus dat is eigenlijk tip nummer 1, is probeer te accepteren waar je nu in zit en geef je lichaam liefde. Nou, tip 2 is, de meeste mensen doen toch vaak calorieën tellen. Er zijn verschillende diëten in de omloop. Verschillende diëtisten die coachen op de schijf van 5, de hele oude principes. Prima, overal zit een kern van waarheid in. Ik probeer niet te oordelen, ik probeer niet te veroordelen. Maar wat uiteindelijk belangrijk is eet je nou voeding of eet jij voedsel? Nou, voedsel is er gewoon ontzettend veel op deze aardbol. Als je door de winkel loopt en je ziet al die rekken, dan is er voedsel genoeg te verkrijgen. Maar is het ook echt voeding? Dus wat ik jullie nu voor vragen stellen is, hoeveel voedingsstoffen heb jij vandaag al binnengekregen? Nou, wat ik dan heel vaak als antwoord krijg, ja, ik heb vanmorgen een wit broodje met hagelslag gegeten. En vanmiddag een paar pizzabroodjes en daarna nog een stukje vlaai bijvoorbeeld. Nou, als ik je dan afvraag hoeveel voedingsstof heb je binnengekregen? Zero. Dus hoe jammer is dat? Uiteindelijk zijn dus al jouw cellen in jouw lichaam zijn nog steeds aan het schreeuwen en aan het huilen van de honger. Want iedere cel heeft magnesium nodig en kalium en natrium en water en bepaalde andere voedingsstoffen zoals vitamine C. Dus als jij je lichaam niet geeft wat het nodig heeft, dan blijft je lichaam schreeuwen om aandacht. Door of pijntjes of uitdrogingsverschijnselen of gewoon honger. En honger kan alleen al betekenen dat je lichaam gewoon dorst heeft. Dus, maar het lichaam kent alleen die prikkel. Dus belangrijk is dat je jezelf in plaats van calorieën te gaan tellen, wat ontzettend oninteressant is, want op het moment dat ik calorieën ga tellen om toch dat marsje te kunnen eten, terwijl dat marsje voor mij eigenlijk totaal geen meerwaarde heeft voor geen enkel van mijn cellen, dan is dat eigenlijk jammer als je calorieën gaat tellen, want dan sla je eigenlijk, ja, hoe zeg je dat, de spijker mis, of ik weet even niet hoe de uitdrukking gaat.
Maar in ieder geval is het dus belangrijk dat je voedingsstoffen gaat tellen. Dus op het moment dat ik 's morgens met mijn kinderen een appel eet met banaan en sinaasappels en ik eet dat fruit, dan weet ik wel, we hebben al een aantal voedingsstoffen van ons lijstje die we af kunnen vinken. Het is geen probleem als je daar eventueel nog een boterham bij eet of iets anders wat misschien wat minder gezond is. Maar zorg wel dat je ook jouw gezonde voedingsstoffen binnenkrijgt, zodat je lichaam goed kan gaan verbranden, dat jouw cellen niet blijven schreeuwen om aandacht. Dus dat is eigenlijk tip nummer 2. Geen calorieën tellen, maar voedingsstoffen tellen. Nou, tip nummer 3. Heb jij ook van die negatieve stemmetjes in je hoofd die zeggen, lukt jou toch niet, je bent een vies vet varken, er is toch niemand die jou aantrekkelijk vindt. Er zijn zoveel negatieve stemmetjes in ons hoofd. En wat we heel vaak doen is die stemmetjes proberen te negeren. Maar ook die stemmetjes, ga die eens zien als kinderen van jou. Dus ik heb 2 jaar hypnose gestudeerd. Wat ik heb geleerd, dat alle emoties die je hebt, die doen ertoe. Alle stemmetjes in je hoofd, die doen ertoe. Je hoeft ze alleen maar even aandacht te geven. Dus op het moment dat er een negatief stemmetje vanuit je onderbewustzijn zegt van, je kunt het toch niet, dan kun je dat stemmetje ook aanspreken. En dan kun je zeggen van, goh, ik begrijp dat je onzeker bent, want we hebben nou al een paar keer gefaald. Ik begrijp dat je verdriet hebt gehad, maar ik zal er voor je zijn. En ik wil deze weg van gezondheid gaan inslaan. Dus op het moment dat je die stemmetjes in je hoofd goed gaat toespreken, eigenlijk als de volwassen persoon in jouw leven, die kleine stemmetjes die komen vanuit jouw kindertijd. Je hebt daar ervaringen opgedaan die je hebt opgeslagen in je onderbewustzijn. Je hebt negatieve emoties daar opgeslagen in je onderbewustzijn. En ze willen jou niet bewust saboteren. Ze willen alleen aandacht en ze willen gehoord worden. En op het moment dat jij ze wegstopt naar de achtergrond, komen ze in je nacht, want het onderbewustzijn slaapt nooit, is altijd wakker. Komen ze in jouw nacht naar voren en dan denk je, waarom ben ik nou die dag daarna weer zoveel aan het eten? Je onderbewustzijn saboteert je bewust om in principe niet meer te falen. Een onderbewustzijn is ontzettend bang om te falen en wil eigenlijk ook gewoon liefde ontvangen. Dus uiteindelijk wil je bewustzijn en je bewustzijn wil eigenlijk hetzelfde, alleen gebruiken ze andere methodes daarvoor. Dus als je er anders naar gaat kijken, naar die negativiteit in je hoofd, en je gaat het een beetje meer aandacht geven, dan ga je die stemmetjes gehoor geven, liefde geven, zorg geven. En dan zul je merken dat die stemmetjes veel minder vaak omhoog komen en dat je dus makkelijker je doelen kunt gaan bereiken. Dus eigenlijk zet je die 5% bewustzijn, die ga je ook helpen om in je onderbewustzijn te reprogrammeren. Dus al die oude patronen, zeg maar de verkeerde uploads die je computer vroeger gekregen heeft, die ga je gewoon weer transformeren. En dat kun je doen door een stukje zelfhypnose. Je kunt het doen door eigenlijk je angsten en zorgen en verkeerde overtuigingen op te schrijven. Dus stel, je hebt de overtuiging van, er is toch niemand die me mooi vindt. Nou, schrijf die eens op. En dan, als je dan een beetje het boek van Byron Katie kent, van Tijger Tijger, dat is een kinderboek, lees ik regelmatig voor aan mijn kinderen. Dan kun je bijvoorbeeld vragen van, is dit waar? Is dit echt waar? En dat vraag je eigenlijk 3 keer. En dan ga je zelf daarover nadenken van of dat echt waar is. Is er niemand die mij aantrekkelijk vindt? Of kijk, en zo kun je tot de kern van de oorsprong komen. Dus ergens zit er een negatieve overtuiging die gelooft dat jij niet mooi bent. Uiteindelijk ben ik er om jou te vertellen dat er maar 1 persoon op deze hele aardbol rondloopt die er zo uitziet als jij. Dus jij bent uniek met al je unieke kenmerken, positief of negatief, maar je bent gewoon uniek. Dus jij mag jezelf omarmen en je mag van jezelf leren houden. En het is helemaal niet egoïstisch om van jezelf te leren houden. Want juist als je van jezelf leert houden, dan heb je die liefde, die zoek je niet meer extern. In voeding, in verkeerde relaties, in ruzies met de familie. Eigenlijk heel je jezelf door van jezelf te leren houden. Dus in de vorige video zijn die dingen wel al ter sprake gekomen, alleen nu weer iets meer diepgang. Kijk heel eventjes of ik nog wat gemist heb. Nou, we hebben het gehad over de stemmetjes in ons hoofd. We hebben het gehad over geen calorieën tellen, maar voedingsstoffen tellen. Over het accepteren van je lichaam zoals het nu is. Dus echt omarmen wie jij bent. Ook al heb je slappe borsten of ook al heb je grote billen. Nou, probeer jouw eigenschappen te waarderen en ze hebben een bepaald doel in dit leven. Jij bent niet voor niks zo geschapen, dus dat is dan vooral belangrijk. Nou, het herprogrammeren van je onderbewustzijn hebben we het ook al over gehad.
Daar zitten dus de patronen, daar zitten de kinderangsten. Ik ben heel even aan het kijken of ik jullie nog wat dingen mee kan geven. Ja, dat had ik al verteld, met die overtuigingen. Ja, verder blijft het voor mij gewoon heel belangrijk wat ik doe. Dus de emoties die constant opduiken. En het kan zijn in een bepaalde fase van je leven dat je misschien ontzettend jaloers bent of onzeker. Wat je kunt doen. Water drinken is natuurlijk ontzettend belangrijk. Water is emotie. Dus als je lichaam goed voorzien is van water en vocht en de juiste voedingsstoffen. Dit doet al heel veel. Ik denk goede voeding erin betekent ook goede gedachten die omhoog komen. En het gaat er uiteindelijk om goede gedachten te hebben. Goede woorden uit te spreken. En uiteindelijk ook goede acties daaruit te laten voortvolgen. Dus water drinken is daar heel belangrijk bij. Nou, wat doe ik zelf regelmatig? Is dat ik mij trakteer bijvoorbeeld op een flesje bachbloesems. En ik heb nu wat meerdere bachbloesems in huis. En die doe ik dan gewoon in mijn water. Die drink ik lekker op. En die bachbloesems die stimuleren je eigenlijk om de emotie die jij onderdrukt. Of die constant boven water komt. Om die goed aan te pakken. Dus dat is nog een van mijn laatste tips. Is koop een bachbloesem die past bij jouw emotie waar je op dit moment doorheen gaat. Om jezelf een stukje te helpen, te helen en naar binnen toe te gaan. Alle oplossingen zitten in onszelf. Het gaat er alleen om of we het ook bij onszelf zoeken. Meestal leggen we het extern en vragen we of iemand het extern wil oplossen voor ons. Daar zit nou juist de uitdaging. Om het bij jezelf te zoeken en bij jezelf te helen. Ik wens jullie heel veel succes bij het bereiken van jouw ideaal gewicht. En mochten jullie mijn hulp nodig hebben, weten jullie mij te bereiken. Een fijne dag nog allemaal. Tot ziens. Doei.